We zijn het cao-jaar 2022 al goed begonnen. Er zijn al meer dan 60 cao's afgesloten die dit jaar in zullen gaan en we zijn pas een maand op weg. Centraal in deze akkoorden staan de personeelstekorten, waar veel organisaties op dit moment mee worstelen. In deze vlog zal ik 3 ontwikkelingen toelichten die we dit jaar gaan terugzien in cao's. Ten eerste zien we dat de lonen dit jaar gaan stijgen. In de 60 cao's die dit jaar ingaan, komt de loonstijging uit op 2,7% op 12 maandsbasis. Werkgevers willen aantrekkelijk zijn op een krappe arbeidsmarkt en zijn daartoe bereid meer te betalen. Als de maatschappij dit jaar verder open gaat, dan zullen de lonen hoger uitvallen, waarschijnlijk richting de 3%. Maar mocht het niet het geval zijn en komen we wederom in een lockdown terecht, dan zal dit de loonstijgingen gaan dempen. Aantrekkelijk werkgeverschap is meer dan alleen belonen. En ook werkgevers zien dit in. In meer dan de helft van alle nieuwe cao's zien we daarom afspraken over de werk-privébalans van medewerkers. Dat komt bijvoorbeeld doordat wij meer zijn gaan thuiswerken. Dat vertaalt zich in afspraken over bijvoorbeeld flexibele werktijden of over de bereikbaarheid van medewerkers. Tot slot zien we in meer dan de helft van alle nieuwe cao's afspraken over de inzetbaarheid van medewerkers. Werkgevers vinden dit een belangrijk onderwerp, omdat Nederland aan de vooravond staat van een aantal belangrijke veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie. Dit vraagt om meer wendbaarheid van medewerkers, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van andere skills. Een mooi voorbeeld zien we in de ziekenhuizen, waar het inzetbaarheidsbeleid is afgestemd op de individuele behoeften van werknemers. Wat het jaar ook brengt, ik hoop dat de maatschappij en het cao-overleg niet opnieuw in lockdown hoeven.